Dat is jammer zeg. Oh, ik krijg een weigering. Dat gebeurt bij ons ook altijd. Heb je hetzelfde probleem als ik? Ik ben hier een week intern geweest. Pony weigert steeds bij een hindernis. Ja. En nou vraag je hulp. En wie zou je daarbij het beste kunnen helpen dan? Jeroen Dubbeldam. De Olympische kampioen. Ja. Hoge stijlsprong. En die blijft liggen. Ongelooflijk. Jeroen Dubbeldam. Foutloos in 50,65. Ah, Jeroen. Dat is lang geleden. Jeroen Dubbeldam, kijk eens. Vertel Jeroen even wat precies het probleem is. Ik durf niet in galop over een hindernis heen. Je durft niet in galop over een hindernis heen? Maar het is wel handig voor mij dat ik even zie wat het probleem is. Oké, dan galopeer je een keer aan. Nou heeft hij alles een klein beetje gezien. Dan galopeer je aan. En dan galopeer je maar eens gewoon over dat witte stijlsprongetje heen. En dan kijk ik, ik zeg eerst eens even niks. Dan kijk ik gewoon eens eventjes hoe dat gaat. En dan ga... Zeg je? Eroverheen? Ja, eroverheen. De onderdoor is heel moeilijk natuurlijk, hè? Ja. Doe maar. Oké, goed. Daar hebben we het probleem al. Wie heeft er nu eigenlijk het grootste probleem? Is dat het paard of Lonneke? Lonneke. Toch? In dit punt ja. Zeker. Dacht ik wel. Ja. Kun je Lonneke een paar tips geven? Van waar ze, 3 tips of zo, waar ze sowieso ze aan moet houden? Tip 1. Nou, als eerste tip zou ik haar mee willen geven dat ze de pony goed leert. Dat hij thuis in de rijerij al heel goed naar jouw been luistert. Heel belangrijk. Luisteren naar het been. Tip 2. Als je op concours de baan binnenkomt, dat je even goed de tijd neemt om de pony parcours een klein beetje te laten verkennen. Dat hij zich een klein beetje vertrouwd voelt met de omgeving. Tip 2. Paard het parcours laten verkennen. Tip 3. Als je er een keer langs loopt, wat het probleem is met jouw pony, consequent zijn, niet laten gebeuren, terug en erover. Dan kom je om de wal heen, voor die oranje muur langs, en dan kom je over dit oksertje. Oksertje, had ik vroeger ook moeite mee. Ja. We leggen hem even op 70 centimeter. Dat weet Lonneke niet, maar dan kan ze tenminste aan springwedstrijden mee. Kom. Erover. Je geeft het te snel op. Hey, nog een keer terug. Hallo. Nou, nu is hij echt, steek hier echt te gek aan, hè? Ja, maar nou ben ik het nou heel erg bang. Ja, ik zie het. Ja. Hoe komt dat dan? Door mijn oude pony. Wat is er dan gebeurd? Die heeft me 3 keer afgegooid en toen kwam ik met mijn rug op de balk terecht. Oh ja, dat is ook heel pijnlijk. Ja. He? Het probleem is niet dat hij het niet kan, maar jij bent er een klein beetje, heb je er iets te veel respect voor. En dat voelt de pony direct aan en die neemt een loopje met je. Ja. En ik gebruik je stem maar even. Zie nou? Goed zo. Kom. Goed zo. Heel goed. Dan mag je hem ook belonen dan, hè? Oké. Kom even hierheen. Ben je een beetje tevreden over alles? Ja. Ben je een beetje geholpen ook door ons? Ja. En vooral door Jeroen? Ja, hè? Lonneke, is je probleem voor een groot deel opgelost? Ja. Ja, als je angst hebt, kun je in principe eigenlijk al geen parcours meer springen. Want dat merken ze direct. Maar die angst die is toch wel verdwenen, toch? Een beetje. Mag je ontzettend bedanken, Jeroen? Ja. Paard ga ik ook bedanken. Ja, je bent lief. En jij ook? En ik zou zeggen, bedankt je noem maar even. Heel erg bedankt. Geen dank hoor. En hoe vond jij het? Was ik.